Hi, ik ben José, de oprichter van Wandering Minds. In deze korte serie ga ik met jou delen wat ik allemaal gedaan heb om grip te krijgen op mijn ADD-brein. Leuk dat je kijkt. Nog leuker als je een reactie achterlaat, een like geeft en je abonneert op ons kanaal. Supplementen, daar wordt ook gigantisch veel over geschreven de laatste tijd. Ik krijg er ook heel veel vragen over in de Wandering Minds community of via het contactformulier op de website. Omdat ik zelf heel veel baat heb gehad bij voedingssupplementen. Ik zal even kort vertellen hoe het gegaan is toen ik in behandeling was bij PsyQ. En er eigenlijk achter kwam dat medicatie voor mij, de bijwerkingen waren gewoon te heftig. En ik had zoiets van, dit is voor mij niet voor de lange termijn. Maar ik voelde nog wel dat ik iets nodig had, dat ik ondersteuning nodig had. En dat, ja, dat er fysiek ook iets speelde, zeg maar. Dus toen ben ik gaan onderzoeken op internet. En toen kwam ik op een onderzoek in Nieuw-Zeeland, waarbij ze aangaven, ik dacht dat het magnesium, zink, folic acid, B12. Nou ja, het was een lijstje aan verschillende voedingssupplementen. En ze hadden omega-3 visolie. Lijstje aan voedingssupplementen die positieve effecten gaven bij volwassenen met ADHD. Dus die ben ik toen gaan gebruiken. En al vrij snel merkte ik, en mijn intuïtie zegt dat het vooral de magnesium was en de visolie, omdat ik dat nu ook af en toe nog gebruik. Daar ben ik helemaal ingedoken. En ik wil hier ook niet al te diep op ingaan, omdat ik dus ook weer geen expert ben op het gebied van voedingssupplementen. Maar ik lees in de community heel veel mensen die heel veel baat hebben bij supplementen. En ik heb zelf dus heel veel baat gehad. Uiteindelijk ben ik wel bij een orthomoleculaire therapeut terechtgekomen. En daar heb ik een neurotransmittertest gedaan. Om te kijken van waar gaat het nou fout in mijn lichaam? Wat heb ik nodig? Waar heb ik tekorten? Dus daar kwam wat uit en toen ben ik supplementen gaan gebruiken. En ik wil eigenlijk bewust niet benoemen welke supplementen ik gebruik. Omdat, wat ik aan het begin van de video al zei, wat voor mij werkt, is misschien iets wat voor jou helemaal niet werkt. Dus als ik jou nu ga zeggen van, hey, ik gebruik van Natuurlijk Presteren. Dat is een van de merken waar ik wel supplementen van heb gebruikt. Maar als ik er daar eentje van noem, dan ga jij die misschien proberen, maar misschien is dat helemaal niet het supplement voor jou. Dus het is denk ik belangrijk dat je daar je eigen weg in gaat vinden. En het liefst natuurlijk onder begeleiding van een specialist. Dus van een arts of van een orthomoleculair therapeut of een homeopaat. Maar iemand die in ieder geval jou daarbij kan helpen. Je hebt ook verschillende tests die je kan doen. Je kan een bloedtest laten doen. Ook via onze website kun je daar ook een link naar vinden. Ik heb laatst toevallig mijn omega-3, omega-6 balans laten testen. Ook heel waardevol. Je kan natuurlijk naar de huisarts gaan. Je hebt de Braverman neurotransmitter test. Die kan je online ook zelf doen volgens mij. Maar goed, voedingssupplementen. Het is een hele complexe, lang verhaal kort, ik kan je niet adviseren, maar ik heb er wel gigantisch veel baat bij gehad. En ik denk dat voedingssupplementen en voeding, dat dat een beetje samen gaat. Dat uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we binnenkrijgen wat we nodig hebben. En het liefst krijg je dat natuurlijk binnen via voeding. Lukt niet altijd. Dus soms is een supplement dan tijdelijk fijn om te gebruiken, om bepaalde dingen aan te vullen. En daar wil ik het even bij laten. Bedankt voor het kijken. Heb jij een vraag, een opmerking? Laat het weten onder de video. En vergeet natuurlijk ook niet te liken en te subscriben. Tot de volgende keer!